En last but not least. Oeh la la. En wat hebben wij nog meer? Het is een... Oeh, Rayquaza. De Pokémon die je niet wil tegenkomen in coronatijden. Deze niest duidelijk niet in zijn elleboog. Hey kijkers van de OneUpUp, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video waarin we wederom Pokémon pakjes gaan openen. Zowel fysiek als in de online game, want ik merk dat jullie dit best wel leuk vinden en ja, ik ook. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd in die game een beetje aan te klooien, daarin pakjes te openen en daadwerkelijk potjes te spelen tegen mensen over de hele wereld. Mocht je mee willen spelen, de game is gratis en je kan mij toevoegen door Kevin Dooms te zoeken in de game en dan kun je ook nog samen spelen. Vandaag gaan wij weer twee pakjes openen, hier liggen ze, van de Darkness Ablaze. En vandaag ga ik beide codes laten zien om aan jullie te schenken. Maar ik ga de codes niet nu bij de pakjes laten zien, maar ik ga ze gewoon random in de video even zo omhoog houden. Vervelend hè, moet je toch de video kijken. Hè? Bah, jammer. In plaats van één pakje openen aan het begin van de video en één aan het einde, ga ik ze dus nu allebei in het begin openen. Beginnend met deze. Daar komt ie. Dan doen wij 1, 2, 3 naar de voorkant. Dan zien wij Carver Squire. Een Lunatoon, Struggle Gloves, Skarmory, Cupchew, de Pokémon die je niet wil tegenkomen in coronatijden, deze niest duidelijk niet in zijn elleboog, Wimpod, Bunnelby, Toxel, een glimmende Darmanitan Galarian en last but not least... de Butterfree VMAX kaart. Oeh la la. Die is wel heel tof hoor, dames en heren. Kijk even rustig naar de achterkant. Oh, ik zie dat we nog niet eens bij de laatste kaart zijn, jongens, dames en heren. Hierachter zit namelijk nog een energy. Laten we snel overgaan naar het volgende pakje. En daarmee de laatste die wij fysiek openen. Daarna heb ik weer, ik geloof, zes nieuwe pakjes voor jullie klaarstaan. There we go. Dit kaartje doen we straks in de game. 1, 2, 3. Dan is die weer. Carver Squire. The Hiding Energy. Fletchinder. Wimpod again. Grimer. Klink. Die hebben we ook al een keer gezien. Ducklet. Hebben we ook al voorbij zien komen. Mareep. Hebben we ook al voorbij zien komen. Mimikyu. Een mooie glimmende Mimikyu kaart. En als het goed is hebben we hierachter dan nog een Venilux en een Energy. Dit is natuurlijk wel het plaatje van de twee pakjes die we vandaag geopend hebben. Die gaan we zeker goed bewaren. Maar mensen, niet getreurd. De codes komen zo meteen random tussen de pakjes die we online openen in beeld. En we gaan 6 pakjes openen in de game. Daar zijn we dan in game, dames en heren. Het is ondertussen een paar dagen later. Je ziet dat ik andere kleren aan heb. Het is in één keer donkerder. Maar we zijn nu in game. En ja, ik heb hier dus 2 van die kaartjes die ik zo meteen ga laten zien. Random op een gegeven moment. En dan kunnen jullie ook pakjes openen in game. Wij gaan vandaag 5 pakjes openen. We gaan 6 pakjes openen. Liar! Ik heb er meer. Maar ik wil er ook een paar bewaren voor de volgende aflevering. Jullie zien dat ik 923 punten heb. Nog 60 punten erbij. En ik krijg 3 extra pakjes. En ik heb 500 coins. En zo'n pakje kost, zo'n boosterpack, kost 200 per boosterpack. Dan kan ik daar ook wat pakjes van kopen. Zodat we de volgende aflevering ook weer pakjes kunnen openen. En meerdere. Misschien doe ik 6 pakjes vandaag. That's a great idea! Daarna ga ik heel even kijken of er uit die 6 pakjes die we nu openen iets moois komt dat we in onze deck kunnen stoppen. Want daarna heb ik een battle gepland staan met Bas en misschien ook wel met Erik. Bas en Erik, die kennen jullie misschien wel. Dat zijn vrienden van mij en daar speel ik dit spelletje mee. En ja, die hebben een vrij goed deck. Dus daar moeten we goed mee voor de dag komen. Here we go. Wij schudden het pakje open. En wat zit erin, dames en heren? Rappapa, rappapa. De kaarten worden weer neergelegd. En als het goed is, blijft er 1 of misschien wel 2 rare kaarten. Oh, het is er eentje. Blijft omgedraaid. Ik zie een Lepras. Vinden wij een hele chille Pokémon. We hebben een hele leuke Lepras kaart. Heal 30 damage from each of your benched Pokémon. Dit is een hele chille heal kaart als we die in onze deck stoppen. Ik zie dat wij een Snover hebben. Die moet gras dingen hebben. Dat is niet zo handig voor ons. Een Squirtle is leuk. Maar we hebben eigenlijk alleen een EX Blastoise kaart. En niet de normale. Dus die zou niet kunnen evolueren. Ik zie wel een Glalie. Die kan ook wel heel tof zijn. De defending Pokémon is now asleep. En we kunnen een energy van... Even kijken. Van deze Pokémon naar bench Pokémon drukken. Dus op zich zitten de leuke water Pokémon tussen, hoor, dames en heren. We gaan kijken wat er achter de rare kaart zit. Het is, dames en heren, een Machamp. Hebben wij niet zoveel aan voor onze waterdek. We openen het pakje. Ratatan, ratatan. En laten wij zien wat erin zit. Laten we hopen dat er 10 kaarten omgedraaid blijven liggen. Het is er 2. Het zijn er 2. Dat is cool. We hebben een Slowpoke. Ik kijk heel even naar de water-Pokémon. Als jullie iets zien waarvan jullie zeggen... Kevin, dit is ook fucking vet. Let me know. Maar we kijken even naar de water-Pokémon. Totodile is leuk. Maar we hebben volgens mij geen Feraligatr en zo. Dit is echt een hele grappige Pokémon om te gebruiken. Want je hebt geen energies nodig. En hij laat dan andere Pokémon verbranden, zeg maar. En dan gaat hij slapen. En op het moment dat hij slaapt, kan hij dus ook geen damage krijgen. Dus ze kunnen hem dan ook niks maken of zo. En hij kan wel gewoon Pokémon blijven burnen. Dat is, ik ga deze misschien wel gewoon in mijn deck doen. Gewoon early game als trollkaart, zeg maar. We hebben hier een... Oeh, shiny Jirachi. Is een leuke Pokémon. Volgens mij heeft Bas die ook. Die ziet er wel heel erg cool uit. En wat hebben wij nog meer? Het is een... Oeh, Rayquaza. Open alsjeblieft. Wij schudden het pakje open. En wat vinden wij in deze pack? Ik hoop hele chille kaarten, dames en heren. Ratatan, 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 ratatan. Het zijn er weer 2. Dat is chill. Drudigon, die hadden we al. Zouden we nog een keer in onze deck kunnen toevoegen. Is wel een hele chille kaart. Maar we gaan eerst even kijken wat hieronder zit, dames en heren. Wat zit er onder kaart nummer 1? Het is een... Woe! Serena. Hallo, hallo, hallo. Is wel gras, dus gaan we waarschijnlijk niet gebruiken. Ik hoop gewoon op een sikke water. Laat eens even kijken. Dit is geen water-Pokémon, dames en heren. Hij leeft wel onder water, maar het is geen water-Pokémon. Dus we gaan verder. Dan laat ik ondertussen even de code zien, dames en heren. Veel plezier ermee. We scheuren het pakje open. Wat zit erin, dames en heren? Ik zie hier... Eens even kijken... Wederom 2 rare kaarten. Er moet toch wel een mooie water tussen zitten. Op een gegeven moment. Dus even kijken. Deze ga ik er denk ik wel instoppen. De Switch. Dan kan ik mijn actieve Pokémon switchen met een van mijn benched Pokémon. Ik denk dat die gunstig is voor mij. Sobble ga ik niet gebruiken. Krabby. Wow. Moet ik wel 2 coins gooien. En allebei moeten die raak zijn. Dat is wel tricky. Maar dit is wel... Wow. Dat is een goede aanval. Wow. De eerste kaart. Het is een Gengar. Oeh, die ziet er wel heel vet uit. Life Shaker is ook echt wel een goede ability. De damage die gedaan is, kan ik gewoon switchen tussen alle Pokémon die bij mij op mijn bench of actief zijn. Is op zich handig om gewoon damage te verdelen over iedereen. Maar wat hebben wij nog meer? Dames en heren, ik zoek gewoon een goede water. En dat is niet Turtonator. Ook al is die fucking beast. We hebben nog 1 pakje over, dames en heren. Ik hoop oprecht dat hier gewoon iets met water in zit. Ik hoop het zo. Here we go. De Rebel Clash. Geef ons water. Geef ons water, geef ons water. Dat zou zo fijn zijn. Here we go. En hoeveel rares zitten erin? Het is 1 rare. Laat maar zien dan. Wat zit eronder? Het is een... Hatterene. Ja. Whip Psychic, hè. Ik heb er nog 1. Zou ik er nog 1 openen? Fuck it. We doen het gewoon. We openen er gewoon nog 1. Hachikidee. Mr. Mime zien we daar zo. En nog een rare kaart, dames en heren. Mr. Mime is wel leuk hoor, Galarian Mr. Mime. Hij kan een Pokémon laten slapen. Misschien dat ik deze ook wel toevoeg. Kan ook een leuke early game kaart zijn, ik weet het niet zeker. En deze is ook wel epic. Die ga ik ook wel toevoegen, denk ik. Goed, we gaan even kijken hier achter het kaartje. Het is een... Oeh. Maar ja, ga ik steel dingen toevoegen? Oh my god. Goed, we hebben hele epische kaarten. Ik ga gewoon heel even door mijn deck snuffelen. Deze laten we voor de volgende aflevering, dames en heren. Zullen we dan Bas en Erik even uitdagen voor een gevecht? Het lijkt mij een goed idee om dat te doen. Ik zeg, here we go. We gaan gewoon eens even tegen wat vrienden vechten. Bas, ik daag je uit met mijn Dooms deck. Here we go. Wij mogen beginnen. Tenminste, we kiezen ervoor om kop te doen. En dat gooi ik ook heel vaak. Dus wij mogen beginnen. Dat vind ik goed. We moeten heel goed nadenken om een Bas te kunnen verslaan. We hebben hier wel al een Drudigon. Dat is op zich heel chill. Die kan namelijk 200 damage doen. En wij kunnen zorgen dat hij iedere keer zijn Pokémon maar moet blijven switchen door onze drag off. We leggen een Lucky Helmet erop, zodat wij kaarten mogen trekken op het moment dat die damage op ons doet. En we hebben de Rough Sea. Heeft hij al meerdere Pokémon in zijn hand? Zo te zien wel. Zo te zien zeker. Hij heeft er al 3 liggen. En daar ligt zijn eerste Pokémon. Die kan al heel veel pijn gaan doen. Wij leggen deze helm erop. Wij leggen de Stadium Card in play. En de Fire Energy. En dan denk ik dat wij gereed zijn. Wat gaat Bas dan doen? Hij heeft hier gewoon de zieke Mewtwo en Mew kaart. GX. Kijk even hoe sexy deze kaart eruit ziet. Dit is toch niet normaal? Oh, mijn Stadium kaart is geruild voor die van hem. Hij gooit er extra 50 HP hier zo op met de Cape of Toughness. Dat betekent dat deze nu 260 HP heeft. En dat is vrij veel. Maar wat wij doen is onze aanval gebruiken. De Drag All. En deze zetten we ook in. Dan pakken we 3 kaartjes er al bij. 1, 2, 3. Dat is chill. En wat we dan doen, dames en heren, is drag off. Dan kiezen wij voor deze Pokémon. En die gaan we gewoon al pijn doen. Hachiki D. 30 damage op je donder. Succes ermee. Oh, 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 oh. Er wordt gelijk geëvalueerd hier. Dat is niet zo fijn. Maar wij kunnen, als het goed is, zo meteen Dragon Tail doen. Want we kunnen een energy toevoegen. En als wij één van die 2 coins die wij mogen flippen heads hebben, dan doen wij genoeg damage. 100 damage is genoeg om deze Pokémon te kunnen killen. En dan hebben wij al 1 Pokémon dood. We hebben alleen wel een probleem. We hebben nog geen Pokémon op onze bench. En dat betekent dat als hij deze Pokémon met 120 HP kilt, hij al gewonnen heeft. Want dan is het potje klaar. Is er een Pokémon die 120 damage kan doen? Deze kan ons heel veel pijn doen. Er liggen namelijk al 2 energies op. Even kijken. Ja. Die doet 200 damage, dus dan is het alweer klaar. We moeten eigenlijk gewoon een extra Pokémon op de bank hebben. Maar ja, die krijgen we niet. Dat is heel vervelend. Dit is echt heel vervelend. We doen gewoon rustig aan. We gaan gewoon drag off doen. Zo, gaan we deze ook even damagen. Hoppakee. We gaan het gewoon heel rustig aan doen. Want ja, we hebben gewoon een probleem. Oh, als hij switcht, hebben we een probleem. Hij mag gewoon niet switchen naar deze Pokémon. Totdat wij meer hebben liggen op de bank. Want anders is het potje klaar. Ik ben helemaal schor, jongens. Ik heb hiervoor die Pokémon Nuzlocke opgenomen. Aflevering 2. En dan nu dit. En het is heel veel praten. En ik merk gewoon dat ik dat niet meer zo gewend ben. Ik ben een hele stille jongen sinds ik thuis werk. Oh nee, daar gaan we al. Ach, ik doe al het gebroken hartje. Het is al klaar. Het potje is al klaar. Hij doet nu die GX aanval. 200 damage. En ja, is klaar. Het is toch sneu dit? Maar goed, jullie zien de kaarten van Bas. Is toch niet normaal? Is toch niet normaal? Daar kun je er niet makkelijk van winnen. Daarvoor moeten wij nog heel veel pakjes openen, dames en heren. En omdat wij dit potje verloren hebben, geef ik jullie de tweede en laatste code voor deze aflevering. Daar is die, dames en heren. Heel veel plezier ermee. Open je pakjes. Laat me weten of je er iets moois uit hebt gehaald via Twitter of in de YouTube comments. En dan hoop ik dat je een account aanmaakt en met mij gaat spelen. We hebben verloren van Bas. Laten we kijken of het bij Erik misschien beter gaat. Erik, ben je er nog? Erik, ik wil jou ook wel eens even uitdagen. Kijken of we van Erik wel kunnen winnen. Anders winnen we van hun beiden niet. We gaan een potje tegen Erik spelen. Die heeft ook een Psychic deck. Die is een beetje hetzelfde als Bas. Laten we hopen dat we van hem wel kunnen winnen. Ik heb van hem al een keer gewonnen. Maar dat was wel met geluk, moet ik jullie zeggen, dames en heren. Ik wil wel als eerst gaan, alsjeblieft. Zo. Het is mijn beurt eerst. Dan zien we dat de Lugia hier al is. En we hebben ook al deze energy. Dus dat is chill. Ik ga die gewoon gelijk opgooien. We gaan gewoon gelijk damage doen. En Drudagon ligt klaar. Articuno ligt klaar. En deze trainer is ook heel chill om te gebruiken. Dus ik heb een goed gevoel over dit potje. Tot dusver. Even kijken hoeveel Pokémon hij heeft. Hij legt er eentje neer. Heeft hij er ook maar 1? Dat zou heel chill zijn. Dan heeft hij hetzelfde probleem als wij. Kijk eens even. Holy shit. Oh, pop, 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 pop. Ik zou opschieten, Erik, als ik jou was. Ik zou opschieten als ik jou was. Want je Phantom gaat hartstikke dood als je nu niks... Oh, kijk, daar is Ralts. Oké, is goed. Ik dacht we zijn snel klaar, maar dat is niet zo. Even kijken, wat kan hij? Search your deck for a card that evolves from this Pokémon. Oké, dat gaat hij wel doen. Dan heeft hij al meer HP. Maar, eens even kijken, wij doen... als je hier kijkt, Arrow Ball. 20 damage voor iedere energy die erop ligt. Dus dat is 20, 40, 60. En wij leggen er nu één bij, dat is 80. Dus als zijn evolutie 80 HP heeft, zitten we gebakken. Here we go. En ja, Aeroball. Dag Erik. Jij bent kapot. En dan kiezen wij een kaartje. En dan heeft hij alleen Ralts nog. En dan is het hopen voor hem dat hij of een andere Pokémon trekt, of dat hij Ralts kan evolueren, of iets kan doen. En anders hebben wij dit potje gewonnen. Kijk eens even. 70 HP is niet genoeg om onze aanval te weerstaan. Dus hij moet nog iets doen. Ik weet niet of hij nog iets kan doen. Als ik zo kijk, ja, het is klaar. Hij doet een aanval, dan zijn wij aan de beurt. En dat betekent dat wij Erik hebben verslagen, dames en heren. Daar is Lepras. Die leggen we er rustig op. Kijk eens even. We leggen deze er nog bij voor de vorm. We leggen Seabest er nog bij voor de vorm. Je hebt die energy helemaal niet nodig. Ik kan je ook zonder die energy verslaan, Erik. Let maar op. We doen een Deep Hurricane, want we hebben ook nog eens, kijk eens hier. If there's any stadium card in play, die hebben we daar liggen. Dan doet hij 70 more damage. Dat is 150 damage op je beeldscherm. Dag Erik. Dag. We hebben van Bas verloren, maar van Erik keihard gewonnen. Zij weten trouwens niet dat ik een opname doe hoor. Dus dat is een verrassing voor hun, dat zij een verrassing zijn in de video. Maar, dames en heren, wat ik nu ga doen voor de volgende aflevering is in Versus een aantal potjes spelen, buiten opname. Zodat ik hier sowieso tot de 980 punten kom. Daar heb ik nog 4 uur voor. Dus dat moet wel lukken. Dan heb ik die 3 extra pakjes. Dan kan ik met deze punten ook nog extra pakjes kopen. En dan hebben wij voor de volgende aflevering weer een leuke packopening. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Laat ik dan ook proberen om ook weer een paar fysieke pakjes te openen voor jullie. Ik heb trouwens nog een leuke verrassing. Ik heb namelijk een kaart binnengekregen. Wat super lief is. Ik weet niet of er meer van jullie zoiets hebben van... Hey, ik heb nog een hele toffe kaart, Kevin. En ja, die worden natuurlijk wel steeds meer waard. Maar ik doe er eigenlijk niks meer mee. En je zou die willen opsturen, kun je me altijd in Twitter een DM'tje sturen of zo. Want ik vind het heel tof om ze te sparen. Maar moet je helemaal zelf weten, hè? Niks is verplicht. Maar kijk eens even wat ik heb gekregen. Oh, 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 oh. Het is een glimmende First Edition Meganium. Holy shit. Die is wel vet, hè? Dat wou ik toch nog even met jullie delen. Zo aan het einde van de aflevering. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En dan gaan we gewoon weer gezellige Pokémon kaarten openen. Zowel online als fysiek.